In de jaren 70 werden functioneringsgesprekken gelanceerd om leidinggevenden te verplichten minstens eenmaal per jaar een gesprek te hebben met elke medewerker afzonderlijk. En het gesprek gaat dan over het menselijk aspect, de ontwikkeling van de medewerker en de samenwerking. Blijkbaar was het nodig om dit soort instrumenten te lanceren, omwille van de drukte van de dag en de waan van de dag, schiet het menselijke aspect erbij in. Vandaag de dag is het functioneringsgesprek een vraagstuk geworden. Managers hebben soms 100, 200 medewerkers onder zich en de zelfsturende teams zijn nog niet gewoon om elkaar feedback te geven. Vandaar heb ik een voorstel. Het voorstel is samen ontwikkeld met Progressional People en het uitgangspunt is dat elke medewerker afzonderlijk vanuit zijn zelfsturing beslist wat hij nodig heeft om zijn eigen functioneringsgesprek kwaliteitsvol te maken. Met andere woorden, ik radicaliseer de zelfsturing op het punt van het persoonlijk functioneren. De medewerker kan bijvoorbeeld vragen aan zijn collega's: geef mij feedback op dit of dat punt. Hij kan een case voorleggen of hij kan een persoonlijk ontwikkelingsthema voorleggen waarop hij door zijn collega's wil gecoacht worden, maar het is de medewerker zelf die aanstuurt wat hij vanuit het team nodig heeft om zichzelf te voeden. De radicalisering van de zelfsturing past goed bij de zelfsturende teams, maar is in feite een soort verantwoordelijkheid die je geeft aan medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen in de organisatie en dat zij het menselijke aspect ook bewaken. Samen met Progressional People geef ik er een masterclass over. Welkom om deze werkvorm te leren kennen. Het betekent concreet een aantal stapjes om in een kringgesprek een aantal mensen aan het woord te laten en een soort groepsconversatie op gang te brengen. Voor de organisatie is het een investering om elke jaar enkele uren of een paar halve dagen ter beschikking te stellen. De vroegere functioneringsgesprekken kosten uiteraard ook veel geld, maar het grote voordeel van deze werkvorm, functioneringsgesprekken in teamverband, is dat ook teamontwikkeling tegelijkertijd meegenomen wordt. Want het functioneringsgesprek is een aanleiding om een beter team te werken. Je leert je medewerkers kennen en je steunt elkaar. Dus welkom om deze werkvorm te leren kennen, functioneringsgesprekken in teamverband.